Oké, okay, ik wil je even meenemen in het land van uh, Google Slides en uh, het maken van presentaties, PowerPoints of uh, Keynotes of wat dan ook. En wat je daarvoor kan gebruiken of wat je ermee kan doen als je daarvoor Google Slides of Google Presentaties voor gebruikt en wat, je, you know, wat het voordeel daarvan is. En hoe makkelijk het is ook om bijvoorbeeld dit soort presentaties die je hiermee kunt maken, hoe je die heel makkelijk uh, uiteraard overal bij je hebt, uh, waar je een internetconnectie hebt, want die... Zijn allemaal opgeslagen in je Google Drive, maar je kan daar dus uh, een, 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 een webinar mee geven. Je kunt ze fullscreen presenteren en dat delen in je webinarpresentatie. Je kunt het gebruiken voor, uh, voor downloads op je website. Uh, je kan er een e book van, van maken wat mensen kunnen downloaden, zich moeten inschrijven, dus een weggever. Je kunt er ook gewoon je presentatie van maken, gewoon als je een presentatie in real life uh, gaat doen, zeg maar. Weet je wel, en daarvoor heb je dus Google Presentaties. Je hebt documenten, spreadsheets, presentaties en formulieren. We zitten hier in presentaties. Als je hierop klikt, ik zal die linken hier even delen hier onder de video. En dan krijg je dus allerlei uh, Google Slides. Dit zijn allemaal Google Slides uh, documenten in mijn account. Zeg maar. En dan zie je allerlei presentaties die ik hier heb opgeslagen of uh, uh, mee aan het werk ben, of soms voor een klant, of voor mijn webinar bijvoorbeeld, of in mijn eigen cursus. De uh, Darm of Design of bijvoorbeeld de live training van de sales page, uh, Magic, et cetera, no, noem maar op. En je ziet hierboven heb je ook een template gallery. Hier kun je dus gewoon een template uitzoeken. En het mooie van die templates is dat je die gewoon kan aanpassen en eigen kan maken. En dingen erin kan uh, veranderen zoals een achtergrond of een font of een kleur of uh, slides kun je... Dit, dit, dit zijn vaak slide decks, dus dat zijn meerdere pagina's. Dat zijn er uh, vaak een stuk of tien in diverse designs en met lettertypes, maar heel goed gedaan. Uh, je hebt ze bijvoorbeeld gewoon puur letters op op achtergrond uh, kleur, of je hebt iets met, uh, met zeg maar wat meer, ja, wat wat stylistischer. Een lookbook is dit bijvoorbeeld, ja, wat je dan ook van vindt. Maar ik heb een klein beetje idee hoe dat eruit ziet En dat kun je dus allemaal aanpassen Maar waarom ik je dit laat zien? Is eigenlijk vanwege het feit dat uh, je hebt ook externe partijen die allerlei Google Slides uh, thema's creëren en die aanbieden. En, en dat is uh, Slidescarnaval.com. Dat wil ik met je delen vandaag. Die uh, hebben hier allemaal templates in uh, diverse categorieën. Die je kunt uh, uh, overnemen en kopiëren. Ik zal je laten zien wat je daarvoor moet doen. Uh, maar ja, hè, zoals ik zelf hier ook al een beetje aangegeven je maakt daarmee je informatie helderder en het wordt ook gelijk een middel voor om mensen te overtuigen en in hun tweede argument goede visuals, een goede presentatie, die houdt jouw publiek engaged en betrokken en maken het dat jouw punten en jouw advies en coaching of wat dan ook dat die begrijpelijk zijn voor mensen. En als derde leveren zij ook een argument van joh en dat, dat bedoel ik echo dat. Van maak, uh, maak, maak zinnige content. En gebruik deze gratis presentatie. Want ik hou er altijd van als het niet alleen maar een presentatie is. Maar als je ook een goed verhaal hebt. Als je ook iets waardevols weggeeft. Iets waar mensen wat mee kunnen. Al zijn het maar vier pagina's. Of al is het niet zo super heel mooi. Maar weet je wel. Wel volgens een stramine. Het gaat mij niet alleen om het design. Zeg maar qua emotie. Maar ook gewoon qua, uh, qua indicatie. Qua educatie. Van ja, hoe, hoe help je mensen om. Om beter te worden in iets. Ja, nou, ik klik even op all templates. Dan kun je zien. Dan hebben ze hele rijen met uh, templates, pagina's en pagina's. Die kun je allemaal aanklikken, zeg maar. Bijvoorbeeld zoals deze. En dan scroll je iets naar beneden. En dan zie je hem hier al geembed. En hier zie je ook de link naar uh, de Google Slides. Je kunt hem ook downloaden als een PowerPoint. Ik werk niet met PowerPoint. Ik doe het puur online, dus gewoon puur in Google Slides. En dat zit op je Google Drive. Maar je ziet hier ook bijvoorbeeld het voorbeeldtemplate, dat is hier ook geembed. Dat is net als een youtube filmpje. Kun je deze Google Slides gewoon embedden op je website, in je WordPress-website? Dus kun je nagaan wat je eigenlijk op je website allemaal kan delen, of in je cursus allemaal kan doen met Google Slides en met presentaties, et cetera. Het is wel zo dat deze zijn publiekelijk, maar er zijn volgens mij wel manieren om deze ook af te schermen, zodat die niet allemaal uh, te vinden zijn in Google's zoekresultaten, et cetera. Uh, nou, als je er hier... Kijk, dus dat wil ik even wil aangeven, dat hij hier dus gewoon die slides kan embedden. Maar je kan ze hier openen in Google Slides. En dan zie je dat hij hem opent. En dan links alle page templates, hè. Dus dat zijn er maar liefst. Wauw, dat zijn er geen hoop. 28, maar er zitten wat instructiepagina's tussen. Of dingetjes met allerlei icoontjes, hè, waar je op kan klikken. En die je kan uh, uh, gebruiken, et cetera. Alleen, je ziet dat hem... Volgens mij klikt hij hem wel aan, maar je ziet hij is hier in view-only mode. Kijk, als je hier op klikt, dan kun je dus uh, toegang vragen aan de eigenaar van dit, maar dat is niet wat je moet doen. Dus je moet even goed opletten. Wat je moet doen, is je gaat naar file of bestand en maak een kopie of make a copy. En dan zie je dat hij, uh, dat hij een, een kopie hiervan maakt. Dan kan je een, een nieuwe naam geven. Je kan het opslaan waar jij wilt uh, in jouw Google Drive. Uh, en dat doe ik dus nu eventjes. En dan zie je dat die elementen nu wel aan te klikken zijn. En te veranderen zijn, zeg maar. Waar zat ik nou net? Ik zat hier eventjes in die. Oh ja, ik zeg van er zijn zoveel pagina's. Maar dat zijn ook een aantal instructiepagina's. Maar dit zijn allemaal een icoon. Die kun je allemaal gebruiken, zie je? Dus die maken ze allemaal uh, editable. En die kun je gewoon ergens inzetten hier als je dat zou willen. Je kunt hier een grafiek inzetten. Dit is wel een hele zakelijke. Uh, deze, Maar je kan allerlei templates kun je afgaan. Je hoeft ook nu, natuurlijk niet alles hierin te gebruiken. Al zou je hier maar vier pagina's uitgebruiken. Al zou je hier gewoon iets, iets groots willen neerzetten met jouw foto. En hier heeft wel jouw logo. Nou, dan, dan moet je dus. Je kunt hier niet op klikken. Maar dat, daarvoor moet je dus zijn bij uh, de master. Die moet je gaan editen. He, dat doe je onder Slide en dan Master. En dan zie je dat je er wel op kan klikken. En als je hem dan gewoon uitzet hier, dan is dat veranderd, weet je wel. En als je bijvoorbeeld hierop klikt. Ik, ik zit nu op deze pagina. Welke pagina zit ik nou eigenlijk? Oh ja, deze hier, deze onderste. Daar zit ik nu in, te editen. En je ziet links ook, dan worden alle pagina's die dit template hebben. Hier nummer 7, die is met een... Uh, een lijntje omringt. En deze nummer 3. En deze nummer 15 en 16 pagina's. Als ik dus dit is dus veranderen, dan worden al die pagina's die nu zijn geselecteerd, die worden daardoor uh, uh, die veranderen daardoor. Uh, dat ga ik nu even niet doen. Maar ik, dus ik ga hier gewoon weer even uit. En dan, hè, dus je gaat naar slide en dan edit master. Maar dat, ga ik, dat deden we dus net. Maar je kunt hier gewoon een type. Je kunt er een logo in plakken. Je kunt er ook gewoon plaatjes vanaf het internet vinden. Ik had bijvoorbeeld zelf hier ook al een, een free presentation uh, gevonden. Die Viola heet. En die had ik ook al geopend en gekopieerd, geloof ik. Ja. Kijk, zo ziet hij er geopend uit. En dit is een van die templates die je daar kan vinden. Uh, maar en hier zie je dus zo'n zo leo. Dus dit is je presentation title. Dit zijn wat instructions. En dan zie je: Hey, hello, I'm Jaden Smith. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor een presentatie voor een webinar of iets dergelijks. Dan zou je hier misschien je eigen foto in willen hebben. Dus weet je wat? Dacht ik, ik ga even op zoek naar profile picture. Weet je gewoon even voor deze exercise. Dus toen vond ik deze gast. Maar die kun je natuurlijk zelf maken van jezelf. Hè? En, en dus daar heb ik deze gast gevonden. Dus die kan je hier gewoon aan inzetten. Die kun je gewoon knippen en plakken. He, dus ik, ik zeg gewoon copy image. En dan ga ik hier in en dan plak ik hem er gewoon in. En dan kun je hem gewoon weet uh, je, zo even beetpakken. En kijken hoe je hem uh, moet scha schalen. En uh, dan staat hier, dat zou jouw fotootje dan kunnen zijn bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Of je wilde misschien een logo van maken, dat ken ik ook. haal je deze even weg. Dan maak je er een logo van, die heb ik ook gewoon gevonden op de Google. Ik, ik raad je niet aan om dat uh, te, te googlen van een ander en van een ander te gebruiken. Uh, maar eventjes voor deze exercise. Uh, maar dat is hoe makkelijk je die branding kan toepassen. En dat kun je eigenlijk op elke pagina kun je dat doen. He, dit is echt een, mee, ja, een beetje stylistische. Uh, hoe noem we dat? Uh, design, etc. Maar het is allemaal heel mooi uh, neergezet. En heel, heel makkelijk en begrijpelijk. Uh, in de layout. Je kan deze foto. Hier zou je een foto van jezelf of van een coach of van een Tony Robbins of Oprah Winfrey kunnen zetten. Uh, en hier een quote van hun of iets dergelijks. Of dat, kun je, dat zou je hier kunnen doen. Je zou deze foto kunnen veranderen. Pak je gewoon ergens anders een grote foto. bijvoorbeeld op Unsplash ook wel eens gedeeld door deze website. Daar zou je gewoon een foto van uh, kunnen pakken. Hier vind je duizenden foto's, die zijn allemaal gratis in het gebruik. Bijvoorbeeld deze, even kijken. Ja, die moet je even opslaan, et cetera. Ja. Die moet je even opslaan, maar ik, ik probeer hem er even zo in te plakken door een screenshot even ervan te maken en hierin hier te zetten. Uh, maar ja, je ziet, dan staat er de camera al die dingen erop. Ik denk, dan zie je eventjes heel snel wat je allemaal heel snel kan bereiken. Dan doe je rechtermuis, order, en dan send to back. En dan gaat hij helemaal naar de achtergrond. En dan zie je dus wel die tekst. En dan zie je bijvoorbeeld met de image options, zou je die transparantie zo kunnen maken. Dat die heel licht wordt. Nou, je kan er van alles mee. Maar ik ga gewoon even heel kort laten zien wat je allemaal dus met Google Slides kunt. Op het moment dat, ze, dat, dat je er happy mee bent, dan kun je bijvoorbeeld uh, kun je hem downloaden ook als een pdf. Hè? Dus we hebben hier niet zo heel veel aan veranderd. Maar stel dat je bent hier een, uh, een dag of zo mee bezig. geweest. Dus je hebt allerlei content erin staan. Een mooi design. Dan kun je het gewoon downloaden als een pdf. En dat zou je dan weer aan kunnen bieden als weggever of in je e-mail. Of uh, noem maar op. Nou, heel kort eventjes. Uh, ik dacht, misschien leuk om even te delen met jullie. En laat me zien wat je er zelf uh, van hebt gemaakt. Veel succes ermee. En. Uh, Zie je in de volgende ronde.